Goedemorgen. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb. Hoe voelt u zich vanmorgen? Misschien ben je naar deze samenkomst gekomen met vragen, met worstelingen. Heb je deze week leegte gevoeld en God zo weinig ervaren? Misschien heb je het uitgeschreeuwd, God, waar bent u? Misschien worstel je met schuldgevoelens en zelfveroordeling. Misschien zegt er een stem in jou dat je er niet mag zijn. Misschien ben je gekwetst door veroordelende woorden. Weet je, vanmorgen fluistert God je iets anders toe. God is goed. God is liefde. Zijn hart klopt voor jou. Ook al geloof jij niet in jezelf, God gelooft in jou. Daarom stierf Jezus. En omdat hij jou wel ziet zitten, ervaar je zijn liefde. Boze woorden die over je zijn uitgesproken, worden in Jezus' naam verbroken. En de vloek die over je ligt, heeft geen bestaansrecht meer. Als Jezus zegt, ik heb gedachten van vrede over jou. Ga staan in deze nieuwe identiteit. Werp die negatieve woorden van je af. Sta op en schitter. En breng gerechtigheid in een wereld waar mensen al elkaar genoeg pijn doen. Amen. Deze fictieve meditatie is niet denigrerend bedoeld, maar om wat beeld en geluid te geven bij de invloed van het expressieve individualisme op de kerk. Job heeft in zijn lezing toegelicht in welke wereld we als samenleving beland zijn. En hoe het gepsychologiseerde zelf van de 21ste eeuw in elkaar steekt. In deze lezing denken we na hoe we de invloed daarvan terugzien in de kerk. En ik wil vooraf twee opmerkingen maken. Eén, en dat zijn dingen die we moeten bedenken, die belangrijk zijn om te bedenken. Eén is dit, als we het hebben over de kerk, dan moeten we gelijk zeggen dat zijn wij. Ons past vanmorgen geen hoogmoedige vingerwijzing. We moeten inderdaad onder ogen zien dat de kerk door dit gedachtegoed waar Job over gesproken heeft, verregaand beïnvloed is. En dat is ernstig. Maar wij zijn medeverantwoordelijk. Wij maken deel uit van die kerk en veel van deze denkbeelden en godsbeelden huizen ook vaak onbewust in ons. Ik sta hier als mens die leeft in West-Europa in de 21ste eeuw en onderdeel is van de kerk van nu. En misschien zijn wij ook met elkaar hier vandaag wel veel meer kind van de tijd dan we zelf in de gaten hebben. Dat moet ons bescheiden maken. Twee. Als team van Hart voor de Gemeente hebben wij gesproken over de vraag, hoe maak je dit thema nu concreet? Willen we een beeld krijgen bij hoe het welzijnsevangelie onze kerken doortrekt, dan moet je ook man en paard noemen. Anders gaat het beschouwend over onze hoofden heen. De voorbeelden die ik in deze lezing zal noemen, zijn echter niet bedoeld om denigrerend of cynisch te doen. Ik zou zeggen, beschouw het als contrastvloeistof, dat ons als leiders van de kerk of leiders in spe kan helpen een diep verlangen te hebben naar de kerk zoals God die heeft bedoeld. En het evangelie vast te houden zoals het door de apostelen en door de Heer Jezus ons is overgeleverd. Als ik vandaag voorbeelden noem, zal ik dat proberen zo anoniem en respectvol mogelijk te doen. Voordat we daar naartoe gaan, eerst nog een klein stukje inleiding. Sommigen hebben gevraagd, ga je het hebben over het welvaartsevangelie?
Dat verslindt ook zijn duizenden. Wat is het welvaartsevangelie? Je zou dat zo kunnen samenvatten. En ik heb die samenvatting overgenomen van Wietse van der Hoek, die hier vandaag ook is, die onlangs op Groot Nieuwsradio daar een podcast over gedaan heeft. Hij zei daar, God wil, dat is het welvaartsevangelie, dat we rijk, gezond en gelukkig zijn. Dat zou onderdeel zijn van het evangelie. Dat God wil, naast vergeving, dat we rijk, gezond en gelukkig zijn. Rijk, rijkdom, materiële welvaart, dat gelooft een klein deel van de Nederlandse christenen. Gezond, dat gelooft een groeiend deel van de Nederlandse christenen. Maar gelukkig, dat God wil dat wij innerlijk gelukkig zijn, altijd een welzijn hebben, wat ook okido is, dat gelooft een groot deel van de christenen. En ik ga het vooral over dat laatste aspect hebben, het welzijn. En daarom hebben we het welzijnsevangelie genoemd. In het boek waar Job aan refereerde van Truman beschrijft hij hoe het expressieve individualisme een dramatische invloed heeft op hoe wij geluk definiëren. Gelukkig zijn wordt intuïtief bepaald door psychisch welzijn, door gevoelens. En om dat geluk te kunnen ervaren, scheppen we onze eigen voorwaarden, creëren we ons eigen wereldbeeld en mensbeeld. Want die mens moet zich gelukkig voelen. Hij mag het niet alleen, hij moet het ook. Anders leeft hij niet echt. Oké, nu de stap naar de kerk. Wie met dat wereldbeeld, die definitie van geluk, naar de kerk gaat, maakt de relatie met God daaraan dienstbaar. Wie met die intuïtie de Bijbel leest en het evangelie hoort, stelt de vraag, vaak onbewust, hoe kan God en hoe kan de kerk mij helpen om gelukkig te zijn, om me gelukkig te voelen? God, de Heilige, wordt dan een van de spelers die bijdraagt aan mijn geluk. Nu wil ik vooraf iets heel duidelijk gezegd hebben. Het is ontegenzeggelijk waar dat een christen in het kennen van zijn God en in het kennen van de Heer Jezus geluk ervaart. Ik hoop dat je daar van harte, volmondig, met vertrouwen amen op zegt. Vraag 1 van de Westminster Catechismus is, wat is het doel van de mens? What is the chief end of man? En dan zegt de Engelse vertaling prachtig, to glorify God and to enjoy him forever. Dat is een prachtige, trouwens ook puriteinse waarheid, van God te genieten. Waarom eigenlijk? Dat is een goede vraag. Waarom? Om hem te kunnen verheerlijken. John Piper zegt, God te verheerlijken door van hem te genieten. Ons geluk in hem is tot eer van hem. Dat is in het welzijnsevangelie heel anders. Daar is het geluk er voor mij. Ik ben het hoogste doel. Ik besta niet voor God. God bestaat voor mij. Gods hoogste doel zou zijn om mij gelukkig te maken. Truman zegt, we hebben ons dan misschien niet expliciet aan het welvaartsevangelie toegewijd, maar toch denken velen van ons aan een goddelijke zegen in termen van ons individuele geluk, ons welzijn. Dat is een gevolg van de gepsychologiseerde therapeutische cultuur die ons christendom is binnengecijpeld. Even een stapje terug. Op voorhand zou je zeggen dat deze manier van geluk zoeken, van die welzijnsdrang, in de kerk toch geen enkele schijn van kans zou moeten maken. In de samenleving oké, maar in de kerk. De kerk behartigt immers primair de eer en het geluk van God. De kerk verkondigt de zondigheid van de mens. De noodzaak van bekering. Het kruis dat ons failliet verklaart en ons oproept onszelf te verloochenen en Christus te volgen en in dankbaarheid voor hem te gaan leven. De kerk rekent toch niet met mijn subjectieve wensen en werkelijkheden, maar de kerk rekent toch al eeuwenlang met het objectieve woord van God. Het welzijnsevangelie, die welzijnsdrang, maakt in de kerk toch geen kans. En toch,
De kerkgeschiedenis en het heden bewijzen hoe geraffineerd en hoe zondig creatief ons menselijke hart is. Namelijk dat wij als mensen in staat zijn zelfs het evangelie, zelfs God en zijn Zoon zodanig anders te presenteren dat heel subtiel God uit het centrum verdwijnt en ik daar verschijn. Paulus' woorden zijn waarheid geworden. Weet dat in de laatste dagen mensen liefhebbers van zichzelf zullen zijn. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Hij schrijft hier over kerkmensen. Want er zal een tijd komen dat men de gezonde leer niet zal verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, wat lekker voelt en hoort, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen naar hun eigen begeerte. Broeders en zusters, we moeten dus beseffen, als Paulus dit schrijft, dat hij het heeft over een systeem met eigen leraren die prediken wat de moderne, ikgerichte mens wil horen. Dat is de werkelijkheid die we niet alleen in de samenleving, maar de vruchten daarvan ook in de kerk zien. Iemand zei ooit, als iemand zich vroeger ellendig voelde, ging hij naar de kerk om de reden van de ellende te ontdekken. Wat ik nu zeg is iets te zwart-wit, maar grosso modo kan je zeggen dat het nu tegenovergesteld is. We gaan naar de kerk om ons goed te voelen, om opgebeurd te worden, een aai over onze bol te krijgen, om bevestigd te worden. Truman zegt, dat is een diepe uitspraak, we zijn niet gericht op het verlichten. We zijn gericht op het verlichten van de ellende, niet op het begrijpen ervan. Goed, genoeg ingeleid. Het welzijnsevangelie, ook wel het therapeutische evangelie. Hoe zien we dat terug in de hedendaagse kerk? Ik wil met u 3 gebieden langslopen, waarvan de eerste de meest uitgebreide is, waarin wij het welzijnsevangelie praktisch terugzien in de kerk. Als eerste in de presentatie van het evangelie. Daar ga ik het meest over zeggen, in hoe het evangelie verwoord wordt. 2, in de geloofsbeleving van mensen. En 3, in hoe we naar de kerk kijken. En dat heeft met elkaar te maken. Het evangelie dat je predikt heeft gevolgen voor hoe mensen hun geloof beleven. En hoe mensen hun geloof beleven, dat heeft de gevolgen voor hoe de kerk wordt ingericht. De kerk wordt opgebouwd. Ik wil even een term bij u introduceren. Moralistic therapeutic deism of moralistisch therapeutisch deïsme. Een groot onderzoek naar religieuze opvattingen van jongeren in de VS laat zien dat zij in hun religie met name gericht zijn op zelfverbetering, gezond en moreel leven en je best doen om succesvol te zijn. In de Engelstalige wereld is dat omschreven als moralistic therapeutic deism. Moralistic, omdat het er in de kerk om gaat dat je een goed mens bent. Je zou kunnen zeggen dat anderen tevreden zijn met jou. Therapeutic, therapeutisch, omdat God vooral bezig zou zijn om ons goed te laten voelen over onszelf en onze problemen op te lossen. Je zou kunnen zeggen dat jij tevreden bent met jezelf. En deïsme, de leer dat God op een afstand staat, God als horlogemaker, hij heeft het gemaakt, maar heeft zijn schepping losgelaten. Nou, dat is een God op afstand die slechts in de benen komt als er nood aan de man is. God is dan een soort EHBO-post die als we hem nodig hebben aangeroepen moet worden en ons leventje weer in het geluksspoor brengt. Je zou kunnen zeggen, samenvattend, God is tevreden als wij tevreden zijn.
Er is geen sprake van een God die iets vraagt of die iets eist. Je zou kunnen zeggen, het doel van het evangelie is to be happy and to feel good about yourself. En God faciliteert dat graag. Dat MTD, in het Nederlands niet zo bekend, moralistisch therapeutisch deïsme, MTD. Eigenlijk zou je dat het welzijnsevangelie kunnen noemen. Dat is de term die wij vandaag een beetje hanteren. Kan je heel goed terughalen als je bijvoorbeeld kijkt naar wat zijn de meest populaire bijbelversen in onze tijd. YouVersion, ik denk dat velen van ons die Apple hebben, heeft daar onderzoek naar gedaan. Zij hebben een top 10 van populairste bijbelversen. Wat denkt u? In Nederland is het populairste bijbelvers Jesaja 41 vers 10. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Andere populaire versen, Jeremia 29 vers 11. Ik heb jullie geluk voor ogen, een hoopvolle toekomst. Filippenzen 4 vers 6. Wees over niets bezorgd. En Spreuken 3 vers 6. Ken hem in al je wegen, dan baant hij voor jou de weg. Ik vond een afbeelding van de God van het moralistische, therapeutische deïsme. Hier zie je die God dan afgebeeld en God die daar zegt... Hallo daar, heb je mij gebeld? Hoe kan ik ervoor zorgen dat je je beter gaat voelen? Hoe kan ik je dienen? Wauw, wat zie je er goed uit vandaag. Je bent echt het meest geweldige, of ja, het meest geweldige ooit. Of niet dan? Ik ben echt gelukkig dat ik jouw God mag zijn. Ik moet in deze lezing natuurlijk wel een beetje aan één kant van de dijk rijden. Om het gevaar aan die kant zichtbaar te maken. Dus soms is het wat genuanceerd. Ik heb niet al te veel tijd om het te nuanceren. Maar dat kunnen we zeker vanmiddag wel doen. Ik ga naar de presentatie van het evangelie. Een aantal elementen over hoe wij in onze tijd het evangelie gepresenteerd zien en krijgen. Als eerste zou ik willen zeggen... In het welzijnsevangelie gaat het niet centraal om God. Het gaat niet om de eer van God, het recht van God, de naam van God, het wezen van God, het karakter van God, de zoon van God, de redding van God. Maar de focus ligt op de mens. God is de therapeut die het mogelijk maakt. Als een vriendelijke man in onze noden voorziet. En de mens is het centrum in dat verhaal. Niet wie is God, luistert u goed, niet wie is God is de centrale vraag, maar wat heb ik aan God? En dat is helemaal te begrijpen als je dat gepsychologiseerde zelf onder ogen neemt waar Job vanmorgen over gesproken heeft. Het is logisch dat die mens deze vraag stelt. Wat heb ik aan God? Zoals die zegt, wat heb ik aan mijn baas? Wat heb ik aan mijn baan? Denk aan het voorbeeld van Job. Zegt hij ook, wat heb ik aan God? Hoe kan God mij gelukkiger maken? Is dat een probleem, dat God niet centraal is? Ja, dat is een groot probleem, broeders en zusters. Want de centraliteit van de mens botst hevig met Gods doelstellingen. God heeft gezegd, ik ben God en ik geef mijn eer niet aan een ander. Jesaja 43. En John Piper, die om zijn Godgerichtheid in zijn theologie bekend geworden is, zegt... God is de meest Godgerichte persoon in heel het heelal. Gods hoogste doel is de verheerlijking van God. Dat vind je heel de Bijbel door. Ik doe het niet om u, maar om mijn naams wil, zegt de Bijbel. En deze quote is ook van Piper. Diepe gedachte. De genezing van de ziel begint als de eer van God wordt teruggebracht naar zijn schitterende centrale plaats. Het is een groot probleem voor God en voor de mens als niet God centraal staat. 2. In het welzijnsevangelie wordt de kern van het evangelie anders gedefinieerd.
niet de klassieke noties van zonde, genade, bekering, verlossing, heiliging en verheerlijking vormen de kern. Nee, het MTD, het welzijnsevangelie, distantieert zich van somber ideeën van belijden van zonde, vergeving van zonde, zelfverloochening en godsverering. De focus van dit evangelie is niet, zoals Luther zei, hoe vind ik een rechtvaardig God? Anders gezegd, hoe wordt God tevreden met mij? De focus van het welzijnsevangelie is andersom. Hoe kan ik tevreden zijn met mijzelf? Of in de Romeinenbrieftaal, hoe rechtvaardig ik mijzelf? Welk evangelie zit daar dan onder? Ik ben bij mezelf, heb ik vastgesteld dat ik daar vaak niet over nadenk. Dat heel veel preken, hedendaagse preken en hedendaagse boeken die verschijnen, met alle respect dat ik die tot me neem, maar dat ik me te weinig bewust ben welk concept van het evangelie, welk godsbeeld, welk mensbeeld zit hieronder. Ik heb daar even over nagedacht. Denkt u even met me mee. Misschien is het wel als volgt. Het probleem van de mens, zegt het welzijnsevangelie, is dat hij een probleem met zichzelf heeft. Hij kan zichzelf zo moeilijk liefhebben en aanvaarden. Daarom kan hij God niet liefhebben en anderen niet liefhebben en mist hij zijn bestemming. Wat moet die mens leren? Wat is de oplossing? Hij moet leren om liefde te aanvaarden en lief te hebben. Je kunt alleen van anderen houden als je geleerd hebt van jezelf te houden. Daarom vertel hem dat hij van zichzelf moet houden, zodat hij ook van God kan houden en daardoor ook van andere mensen kan houden. Dat is vaak het onderliggende evangelie. Maar het probleem, volgens mij, kan het mis hebben, maar dan horen we dat vanmiddag in het panel wel, is andersom. De mens is een hopeloze liefhebber van zichzelf. Daarom houden we niet van God en van medemensen. En door het kruis heeft God ons eenzijdig lief gehad en gered. Maar het kruis zet ook een streep door onze zelfliefde en leert ons allereerst van God te houden. Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf. En een bijproduct is dat je op een gezonde manier ook naar jezelf leert kijken. Therapeutisch verwoord, en ik denk dat er echt tijd is en plaats is om daarover te spreken, jezelf te aanvaarden. Maar dat is niet het hoofdproduct van het evangelie. Jezus werd niet mens om ons te leren dat we onszelf zouden aanvaarden. God loves me. En effect, I love myself. Ten derde, de presentatie van het evangelie. In het welzijnsevangelie heeft de juridische kant van het evangelie nauwelijks betekenis. Dat is eigenlijk een voortborduren op mijn vorige puntje, 1b. Het gaat in dit welzijnsevangelie niet over God, wiens rechtvaardigheid een offer eist. Het gaat niet over Christus die tot zonde is gemaakt, opdat hij ons zou vrijspreken. Het offer van Christus in het welzijnsevangelie is met name een bewijs dat jij waardevol bent. Dat Christus de oversteek wilde maken voor jou, dat bewijst jouw waarde. Niet jouw zondigheid en verlorenheid, maar je waardigheid. En als je het zo bekijkt, in termen van het welzijnsevangelie, is het offer van Christus eigenlijk ook vrij normaal. Wel redelijk. Gezien onze waardigheid is het vrij logisch dat hij zijn leven gaf. Nog een keer. Ik bedoel dit niet cynisch. Maar om het evangelie dat ons zo kostbaar is
vast te houden en niet toe te staan dat ons zondige hart, Christus en God uit het centrum van het verlossingsverhaal schuiven. Dat moet ons aan het hart gaan, broeders en zusters. Daar moeten we die houding van de honingdas hebben. Dat staan we niet toe. Ik wil een voorbeeld geven van dit ontbreken van deze juridische kant. God als rechter. En ik heb een voorbeeld, citeer ik uit een serie korte video's van een bekende evangelische organisatie uit ons land. Ik citeer: God gelooft in jou, omdat jij de kroon van zijn schepping bent, wat op zich natuurlijk een waarheid is, hè? Omdat hij een plan voor je leven heeft, wat op zich ook waar is. Omdat jij een geschenk bent voor deze wereld. God gelooft in jou, omdat hij door jou zijn verhaal met deze wereld gaat schrijven. God gelooft in jou als je twijfelt als hij bestaat. Als jij je kapot schaamt en jezelf van alles verwijt. God gelooft in jou als je jezelf niet kunt vergeven. En als je opstaat om weer te vallen. God gelooft in jou, conclusie. En daarom zond hij zijn zoon. En je kunt hem geen groter plezier doen dan zijn ja met jouw ja te beantwoorden. Einde citaat. Welk beeld van God wordt hier gepresenteerd? Een weldoener die de goedbedoelende, iets wat gebroken mens tegemoet komt. Uit dezelfde bron vond ik deze quote: God heeft een ja-gezicht. Zijn ogen lichten op als hij naar je kijkt. Het klinkt als een reclame dat God zijn product aan de man moet brengen. En hij bijna blij mag zijn als er iemand is die erop ingaat. God houdt van je, zegt de welzijnsevangelist. Oh, hij ook al, antwoordt de postmoderne, zelfvoldane mens. Welk beeld schetst dit van de mens? Dat wij een parel zijn. Zeer de moeite waard om je tot eigendom te verwerven. Dit evangelie is geen evangelie, omdat het de kern eruit snijdt. Namelijk de kern van 1 Korinthe 15. Christus gestorven, begraven en opgestaan voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Het, begrijpt u mij goed, het relationele aspect, namelijk dat God een vader is, die zijn vaderhart voor ons opent, die zijn liefde aan ons openbaart, waarheden uit de schrift. Dat relationele aspect is zo uitvergroot ten koste van het juridische aspect, dat het evangelie er misvormd uitkomt. Je zou het plat zo kunnen zeggen: het wonder is eruit. Namelijk dat een heilige en een rechtvaardige God mij als zondaar vrijspreekt en adopteert. Weet je waarom het evangelie zo'n diepte is? En ik hoop als je hier vanmorgen zit dat je zegt: ja, daarom houd ik van de Heer Jezus. Daarom heb ik God lief. Waarom heeft het evangelie zo'n diepte? Omdat het de twee kanten van Gods karakter glorieus in evenwicht houdt. Namelijk Gods rechtvaardigheid die het offer eist. En aan de andere kant Gods liefde die het offer brengt. Dat samen vormt een heerlijk evangelie en vormt een glorieuze God. Jonathan Edwards heeft gezegd: hadden we die mannen maar in ons midden. Hij heeft gezegd: de heerlijkheid van Christus is gelegen in een bewonderenswaardig samengaan van verschillende voortreffelijkheden. En dan heeft hij het over Jezus die een lam is. Die zich geeft, die lief heeft, die vergeeft, die zich opoffert. En Jezus die de leeuw is, de leeuwlam. Die twee kanten, die maken het evangelie kostbaar. Maar ruk je die ene kant eraf, omdat God zo niet mag zijn, omdat het niet past in mijn wereldbeeld en omdat ik centraal moet zijn, en pak je die andere kant beet om jou gelukkig te maken, weet je wat je dan verliest? Het evangelie.
Spurgeon heeft gezegd: verzoening door het bloed van Jezus is niet maar een stukje van de waarheid van het christelijk geloof. Het is de kern ervan. Ten vierde, in het welzijnsevangelie draait het vooral om bevrijding en zelfaanvaarding. Ik noem een voorbeeld. Een bekende Nederlandse evangelische voorganger hield een meditatie over Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons bevrijd van de vloek. En hij schetste in zijn meditatie de dood van Jezus aan het kruis en beschrijft hoe Jezus daar de vloek draagt. En hij vroeg zichzelf in zijn meditatie deze vraag: wat is dan die vloek? En zijn antwoord was: de vloek van het gebroken leven. Dat wat anderen jou hebben aangedaan. Je moeilijke jeugd. Je pestverleden. Je onbegrepen zijn. Je afwezige vader. Boze woorden. Je trauma. De som totaal van je misère. Daarvoor stierf Christus. En zijn striemen brengen jou daarvoor genezing. Luister goed. Ik zeg niet dat het evangelie geen invloed heeft op onze trauma's en op ons pestverleden en op alles wat ons is aangedaan. Dat is vreselijk. En er zijn misschien ook mensen hier die dat uit ervaring weten. Maar dat is niet de kern van het evangelie. Het is een bijproduct. Een waardevol bijproduct. Maar niet de kern. We moeten goed overdenken. Wat gebeurt er in deze uitleg van Galaten 3? Welke evangelie zit hierachter? Dit, volgens mij. Satan is de dader. Door hem komt alle ellende in de wereld. Alle tegenslag komt van Satan. Soms gebruikt hij daarvoor mensen, maar hij is de dader. De mens is absoluut het slachtoffer. En God is de bevrijder en de genezer. Twee termen die we steeds vaker zien voor God. Bevrijder en genezer. Ook niet helemaal onwaar, maar wat is dan het product van het evangelie? Het biedt welzijn, genezing, herstel van zelf en ontplooiing van zelf. Dat zou dan het goede nieuws zijn. Dat is een psychologische variant van het welvaartsevangelie. Namelijk, het gaat erom wat ik krijg. Vandaag noemen we dat het welzijnsevangelie. Er stond van de week een artikel van dominee Verhoeven in het Reformatorisch Dagblad, die ook sprak over het welzijnsevangelie aan de hand van het boek van Truman. En hij zei: veel geloofstaal in onze kerk, is een scherpe uitspraak, is uiteindelijk een eindeloze religieuze zelfbespiegeling bij mensen. Terug naar Galaten 3. Waar heeft Paulus het over in Galaten 3? Hij heeft het, schrik niet, hou je vast, over de vloek van de wet. Christus heeft ons bevrijd van de vloek van de wet. De wet die vloek brengt over de zondaar. Die Gods geboden overtreden heeft en schuldig staat en Gods toorn verdient. Wie brengt die vloek? God. De wet in de handen van een heilig God. En het goede nieuws is dat God ervoor koos om die vloek, die toorn, op zijn zoon te leggen. Dat is de bevrijding. Daar ligt de vergeving en daar ligt het echte product van het evangelie. God als rechter. Ik ben de dader. Christus is de redder. En daardoor, in die weg, wordt God mijn vader. Volgens mij is dat de boodschap van de Romeinenbrief. Bereid je dit wat uit, dit bevrijding en zelfaanvaarding als het USP van het evangelie? Dan moet je zeggen dat hier dingen worden beloofd als onderdeel van het evangelie die de schrift niet belooft. Dat is in het welvaartsevangelie duidelijk het geval. Heel veel mensen zullen vanmorgen zeggen: de schrift belooft in dit tijdperk, hier nog, voor de komst van Christus, voor de opstanding van de doden, belooft de schrift ons niet altijd gezondheid en welvaart.
Daar zijn we het, denk ik, met elkaar een heel eind over eens. Dat je dat niet kan zeggen, dat dat nu onderdeel is van het evangelie. Maar in zekere zin geldt dat ook voor bevrijding en zelfaanvaarding. Totdat Christus komt, zijn wij mensen die ook gebroken mensen zijn. Zijn wij mensen die lijden, die soms pijnlijke verledens hebben, die in dit leven ook niet allemaal helemaal 100% hersteld worden. Natuurlijk, het herstel is door het offer van Christus ingezet. En er komt een nieuwe wereld. Er komt een nieuwe schepping. Er komt een tijdperk dat we niet meer zullen zuchten. Maar nu, Romeinen 8, wij zuchten nog. Deze theologie heeft een gebrekkige visie op lijden. Lijden is de geluksbederver. Terwijl de schrift leert dat lijden onder andere een instrument is in Gods hand. Om ons te vormen naar het beeld van Christus. Welvaartsevangelisten en welzijnsevangelisten prediken weinig over de toekomst. Het is namelijk allemaal al hier en nu te verkrijgen. In het welzijnsevangelie gaat het bijna uitsluitend over de baten van het kruis, niet over de kosten. De kant van je kruis opnemen, jezelf verloochenen, groeien in heiliging en karaktervorming hebben weinig plaats. Het moet positief zijn, in het Engels ook wel genoemd positive only. Alsjeblieft positief. In de hedendaagse kerk is er een diepe hang om positief te willen zijn. Het kruis mag niet eisen, niet schuren en al helemaal niet doden. Terwijl, ik kan het mis hebben, Jezus ook vooral sprak over deze kant van discipelschap. Salvation is free, but discipleship will cost you your life, zei Bonhoeffer. Bij hem was dat heel letterlijk zo. En William Booth, oprichter van destijds het Leger des Heils, kreeg deze vraag gesteld. Meneer Booth, wat denkt u dat de voornaamste bedreigingen zijn waar de kerk mee te maken krijgt nu we de 20e eeuw ingaan? Dus dat is meer dan 100 jaar geleden. En hij gaf dit als antwoord. In antwoord op uw vraag denk ik dat de voornaamste bedreigingen waar de komende eeuw zich mee geconfronteerd zal weten, godsdienst zonder de Heilige Geest, christendom zonder Christus, vergeving zonder bekering, redding zonder wedergeboorte, politiek zonder God en hemel zonder hel. Er kan hier iemand zijn die zegt, Leander, je gaat nu aan de andere kant van de dijk rijden, maar is er dan in het evangelie niet iets van gekend zijn en geliefd zijn? Deze quote vind ik heel mooi van David Polisson. Hij heeft gezegd, het is zeker goed om te weten dat je gekend en geliefd bent. God heeft in Christus zijn standvastige liefde op ons gevestigd. Maar dit alles is radicaal anders dan het instinctieve verlangen om geaccepteerd te worden om wie ik ben. De liefde van Christus komt nadrukkelijk en persoonlijk ondanks wie ik ben. Je wordt geaccepteerd om wie Christus is, vanwege wat hij deed, doet en zal doen. God accepteert je werkelijk. En als God voor je is, wie kan er dan tegen je zijn? Maar door je te accepteren, bevestigt en bekrachtigt hij niet hoe je van nature bent. In plaats daarvan begint hij je te veranderen in een fundamenteel ander soort persoon. Nou, dit is wel een quote, ik kan er nu niet te veel over zeggen, maar om er eens over te mediteren. Hè? Ik zeg tot slot kort iets over de geloofsbeleving en de kerk. Ik ga deze dingen alleen aanstippen. Misschien kunnen we daar in het panel, juist omdat ze ook zo praktisch zijn, wat uitgebreider over spreken. In de geloofsbeleving zien we een nonchalance ten opzichte van de absolute waarheid van de Bijbel. Ik spreek over de postmoderne christen
die het evangelie van welzijn heeft omarmd. Een nonchalance ten opzichte van waarheden uit de Bijbel. Stellige geloofswaarheden zijn uit de mode. De Bijbel in zijn verband uitleggen en komen tot vaststaande tijdloze doctrines past niet bij het gepsychologiseerde zelf. Dat is, met de woorden van Job, onderdrukking. Opvallend, een van de snelst groeiende kerken in Nederland heeft op haar website geen geloofsbelijdenis. Bestaat objectieve waarheid wel? Is het niet vooral jouw waarheid? Of volg je hart, want dat klopt. Als je van plan was om dat zondag in je preek, in je PowerPoint te laten zien, zou je het eruit willen halen. Het gevoel staat centraal. En het gevoel wantrouwt zichzelf niet. Het gevoel is gezaghebbend en niet onderhandelbaar. En daarmee is waarheid in de kerk fluïde geworden. En kunnen, ondanks dat waarheden 20 eeuwen lang geloofd zijn, in de 21ste eeuw vaststaande waarheden uit de schrift gaan glijden van de helling en niemand lijkt te protesteren. Dat is te zwart-wit, maar u snapt wat ik bedoel. Deze geloofsbeleving openbaart een grove onverschilligheid ten opzichte van het woord van God. Het is goed om ook bij onszelf na te gaan. Hoe lees ik de schrift? Hoe kijk ik naar mijn Bijbel? 2, de geloofsbeleving wordt gekenmerkt door een emotionele, mystieke benadering. Soms mystiek, maar vaak emotioneel. Zo'n evangelie leidt, en ik zeg het, toch eigenlijk ook wel met verdriet, tot een hele ervaringsgerichte geloofsbeleving. Want het gevoel is leidend. Ondanks dat Paulus heel vaak gezegd heeft, wij weten, zeggen wij toch, ja, maar wij voelen. Ik heb daar een filmpje over, van Alistair Begg. Over kennen en voelen. Verse 1 of chapter 5, now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven not built by human hands. We know. The Christian faith engages our minds. This is something that we have to keep reminding ourselves of so that we don't allow our minds to fossilize and that we continue to be sharpened and to make progress. I was at a church in California just a few weeks ago now, back in August, I think it was, time flies, and I went there, I had a Sunday free, and I was staying with friends, and I went down to the church, and I was excited because I get to go now, and I don't have to do anything at all except do whatever they tell me to do. And so I sat there, and I waited for it to begin. And it was quite fascinating, actually. They had big screens, and they had a clock on the screens, and when I got in, it said 5 minutes, and I'd only been in about 2 seconds, and you won't be surprised, it said 4 minutes and 58 seconds. And then it counted down, and eventually when it counted down, 10, 9, 8, 7, 6, and just right on the moment of time, the band began, and I was waiting for David Letterman at that point. Anybody, I didn't know what was going to happen next. And then eventually the band did what it did, and then the person who was to lead the praise, his opening gambit was this. Hey, how do y'all feel this morning? Well, that was enough for me. I was ready. We could have had the benediction right there. That was so good. I thought, what kind of New Testament question is that? How do you all feel this morning? If I told you how I feel, especially in light of the last 5 minutes,
You would question whether I was even a Christian at all. So don't ask me that question. Ask me what I know. Ask me what I know. Don't ask me what I feel about myself. Ask me what I know about God. Ask me what I know about His Word. Ask me what I know to be a verity that can deal with my soul. That's what I need. Don't make me sing songs about how I feel. Don't. The silly, repetitive songs again and again. I just want to praise you. Lift my hands and say I love you. You are everything to me. Goodness, at 8:30 on a Sunday morning, I'm barely ambulatory. I can't start there. And you want me to say that? I just kicked the dog and I don't even have a dog. I got argued with someone because they took my parking space. I never had spilled my coffee. I didn't read my Bible. I'm a miserable wretch. And now you want me to start here. How do you feel? I feel rotten. That's how I feel. What do you got for me? The answer, nothing. I got nothing for you. That's why you have to get yourself under the control of the Scriptures. That's why it is what we know, the verities of the Scriptures, which then fuel our hearts and our emotions and lead us on. Hence, praise my soul, the King of Heaven. To His feet thy tribute bring. Ransomed, healed, restored, forgiven. Who like thee his praise should sing? Okay, now we've got something to sing about. For we've been. Nu hebben we iets om te zingen. De laatste. Visie op de kerk. Ik heb nog 5 minuutjes. Presentatie van het evangelie, punt 1. 2. Emotionele geloofsbeleving, soms zelfs mystieke geloofsbeleving, die grenst aan New Age praktijken. En ten derde de visie op de kerk. Ik zou ook willen zeggen, in de kerk is de klant koning. Het welzijnsevangelie creëert niet alleen een geloofsbeleving bij het individu, maar uiteindelijk ook een kerk die tegemoet komt aan de behoeften van het moderne zelf. De godsdienst is daarmee een open markt waar de gelovige klant is. Hij is consument. We kijken of deze kerk een belijdenis heeft die bij ons past. Ik zeg bewust we, het zit ook in ons. De Bijbel uitlegt zoals wij die uitleggen en leiders heeft die benaderbaar, niet autoritair en transparant zijn. Graag ook een goed kinderprogramma. Aantrekkelijk jongerenprogramma, zodat mijn kinderen niet zullen afhaken. Preek niet te lang, want dat verstouwen we niet. Dominee, zou u alstublieft praktisch willen preken? En graag ook de jongeren erbij houden. Trouwens ook maatschappelijk relevant. En maak ook maatschappelijke implicaties over rentmeesterschap en dat soort thema's. En we zoeken een kerk met een goede PR. Wanneer is de kans het groot dat de klant blijft? Als jij in de samenkomst het absolute onderwerp van de dienst bent. Daarmee wordt de dienst geen eredienst in de zin van aanbidding voor God. Maar het is een zondagmorgen wellness. Een service aan de gehaaste, goed bedoelende mens die even op adem moet komen. Hij is deze week al zoveel afgewezen. Op zondag hoort hij graag een bemoediging. Terwijl, broeders en zusters, God het onderwerp van onze diensten zou moeten zijn. Hij het heilige centrum, zoals hij zich presenteert in de schrift. Ik had eens ergens gesproken over een eigenschap van God. Een hele eenvoudige boodschap over een van Gods eigenschappen, ik weet niet meer welke. En er kwam na de dienst een vrouw naar me toe en ze zei, ik ben zo blij dat het over God ging. De hele wereld is obsessed with self,
Ik word er doodmoe van. En ik trok voor mezelf op de terugweg de conclusie. Ik voel als prediker de neiging om die mens centraal te stellen. Want ik wil ook graag een relevante preek houden. Ik wil graag hun emoties verwoorden. Ik wil graag dichtbij komen. Ik wil eigenlijk ook dat de mensen in mijn gemeente tevreden zijn. Eigenlijk wil ik ze pleasen. Ik wil dat ze het fijn hebben. Maar ik zegen ze niet het meest door over hen te spreken. Ik zegen ze het meest door over God te spreken. Je ontneemt je gemeente iets als je je gemeenteleden centraal stelt. En je gaat ze zegenen. God gaat ze zegenen als je hem centraal stelt. De oneindige, verheven, goede, rechtvaardige en genadige God. Want anders lopen wij als kerk het gevaar om een soort goed theater te zijn. Dat je zo af en toe eens bezoekt als kerkganger. Om geïnspireerd te worden. Zoals je naar de Matthäus Passion gaat. Je zoekt rust of inspiratie. En je blijft komen zolang het programma je bevalt. En wij als kerkleiders, doe je best om de kwaliteit te garanderen. En concurreer met andere filialen. Wees relevant op de kerkelijke markt. A.W. Tozer heeft gezegd. Sinds de kerk het woord programma heeft geadopteerd, zijn we iets kostbaars verloren. En de demonen, ze lachen. Van deze kerk in het Westen hoeven we weinig kwaad te vrezen. Ze zijn hopeloos met zichzelf bezig. Aanbidding als trekpleister. In dit emotional age is de attractiefactor van de kerk meeslepende muziek van hoogstaande kwaliteit. Ik heb niks tegen kwaliteit, maar wel als het om de kwaliteit draait en niet om het adres van de aanbidding, God. De liedteksten die aan moeten sluiten bij de moderne mens die zo graag op zondagmorgen zijn ogen eens wil sluiten en de ervaring wil hebben dat hij zich helemaal kan geven en het liefst een extase beleeft. Dat kan overigens heel klassiek, met Psalm 42, met een bovenstem, of heel modern, met moderne opwekkingsmuziek. Ik vrees dat er dan in aanbidding vaak geen sprake meer is van aanbidding, maar een zoektocht naar bevrediging van mijn binnenkant, mijn psyche. Dat geraakt wil worden. Dat een kick wil krijgen. Dat emotioneel meegenomen wil worden. Aanbidding zou ons kennis van God, van Christus en van het evangelie moeten aanreiken. Zou ons hart moeten voorbereiden op de prediking. Emoties zijn niet verkeerd. Stilte in een dienst is niet verkeerd. Een heilige ambiance is niet verkeerd. Maar we moeten niet ons verstand willen uitschakelen en onnatuurlijke emoties op willen roepen. We moeten niet bewust bezig zijn om geraakt te willen worden. We moeten onder de indruk komen van God en zijn evangelie. Muziek, broeders en zusters, is een belangrijk vehikel om de kerk te misvormen naar de eisen van het welvaartsevangelie. Liedteksten die passen bij een moreel, therapeutisch godsbeeld. Ik noem voorzichtig zo'n lied. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Zag je elk moment, telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. En hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. Ik heb dit lied ook vaak gezongen. En er zitten ook mooie dingen in dit lied. Maar je ziet wel de beweging in zo'n lied. God die op jou wacht. Die vanwege zijn liefde voor jou, vanwege jouw waarde zijn zoon gaf. En elke traan telt. Allemaal dingen die waar zijn. Maar soms zo gecomposeerd worden dat de mens centraal staat. Zijn liefde blijft bestaan,
Ook niets wat jij ook deed, verandert daar niets aan. God is oké met ons. Of een meer mystiek lied. Ik zou bijna zeggen magisch. Recent lied. In geloof spreek ik de naam van Jezus over ieder hart en elk verstand. In zijn aanwezigheid vinden we vrede. Ik spreek Jezus. Ik spreek tot iedere verslaving. In hem is er hoop en echte vrijheid. Ik spreek Jezus. Hier zit iets van word of faith in. Hè? Wij spreken het uit. Tegen verslaving, tegen depressie. En als we de naam van Jezus spreken, dat is bijna iets magisch. Het gaat buiten het denken om. Gaat buiten de waarheden van de schrift om. Het is een magische kracht. Ik spreek het uit over jou. In deze moderne kerk zijn veiligheid en inclusiviteit heilig. Het gepsychologiseerde zelf is uiterst gevoelig. Morele normen, bijvoorbeeld over homoseksualiteit, worden gezien als grove beledigingen tegen iemands identiteit en persoon. We zijn bang voor afwijzing. Omdat mijn waarden gelijkgesteld zijn aan mijn identiteit. Bijvoorbeeld deze in het AD. Krijgt homoseksuele predikant die zegt, ik kan me niet voorstellen dat God moeite heeft met mij. Wat gebeurt hier? Probeer objectief te kijken wat gebeurt hier. Ik heb een beeld over God. En zoals ik denk dat hij is, kan hij waarschijnlijk met mijn keuzes en levensstijl geen problemen met me hebben. Mijn ideeën over God zijn de norm. Kunnen we misschien in het panel over doorpraten. En ik wil nog deze noemen. In onze tijd, het individualisme verstikt het nieuwtestamentische en trouwens ook oudtestamentische collectivisme. We zijn niet meer gericht op wij en ons. We lezen het Nieuwe Testament vanuit ik en mij. Christus heeft mij vrijgekocht. Maar er staat Christus heeft ons vrijgekocht. Dat betekent, we verliezen de waarde van de gemeenschap. Van het samen optrekken met elkaar. Ik eindig. Tot slot. Wij hongeren allemaal, ieder mens, naar de heerlijkheid van God. Niet naar het eigen ik. Niemand gaat naar de Grand Canyon om zijn gevoel van eigenwaarde te vergroten. Waarom gaan we naar de Grand Canyon, zegt Piper? Omdat er voor onze ziel meer genezing is in het zien van grootheid dan in het beschouwen van ons eigen ik. Wat is er eigenlijk belachelijker in een onmetelijk en glorieus heelal dan een mens die voor de spiegel staat op het stipje dat aarde heet en probeert zijn waarde te vinden in zijn eigen zelfbeeld? Het is intens droevig dat dit het evangelie van onze huidige wereld is. Maar dit is niet het christelijk evangelie. In de duisternis van een klein zielig bezig zijn met zichzelf heeft de lichtglans geschenen van het evangelie van de heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. In het christelijk evangelie gaat het om de heerlijkheid van Christus, niet om mij. En als het wel tot op zekere hoogte om mij gaat, betekent het niet dat God zo'n hoge dunk van mij heeft, maar dat God mij genadig in staat stelt vreugde te beleven aan de voortdurende verheerlijking van hem. Amen.